Suriname zal meer financiële injecties krijgen van donoren om de economie te herstellen, voorspelde president Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens de openingsceremonie van nieuwe lokalen op een school voor lager beroepsonderwijs in Komowene. Als natie zijn we de komende tijd ook in staat te sparen, meent het staatshoofd. We hebben inmiddels ook gekeken naar de donoren. En die hebben ook gelden beschikbaar om ons land te ondersteunen. Dat zijn ambassades, dat zijn financiële instituten. En daar is ook ruim 200 miljoen beschikbaar. En dat komen we ook met onze eigen besparing. Want we sparen, ja, we zijn sterk in sparen. Maar niet sparen om te sparen. Sparen om een stabiele economie te creëren. Sparen om te zorgen dat die koers stabiel blijft. Sparen voor de volgende generatie. We moeten niet alles opmaken. We moeten ook denken aan die volgende generatie. Dus wij gaan ook sparen. Dus wij gaan voor de komende 3 jaar meer dan 2,5 miljard beschikbaar hebben. Om het land tot ontwikkeling te brengen. Santokhi zegt verder dat de uitvoering van projecten nu duidelijk tot uiting zal komen. De regering heeft inmiddels al meer dan 200 projecten geïdentificeerd, die zijn goedgekeurd binnen de regeringsraad. Gisteren stonden op de agenda de projecten die dit jaar zullen worden uitgevoerd. Alles gaan we listen. En de minister heeft net gezegd wat het grote probleem is in ons land voor wat betreft uitvoeren van projecten. Want wat heeft u net gehoord? Beleid hebben we. Ons begroting hebben we. 1 jaar. Ons herstelplan hebben we voor 2 jaar. Ons IMF-programma hebben we voor 3 jaar. En ons MOP hebben we voor 4 jaar. Dus aan beleid ligt het niet. De beleidsmaatregelen zijn aangegeven. De richting is duidelijk. De doelen die we moeten halen. De targets die we moeten halen. Dat is geen probleem. Hoe moet je het uitvoeren? Met 2 belangrijke componenten. Kapitaal. Financial capital. En human resources. Wat ik noem human being. Menselijk kapitaal. Dat kapitaal hebben we. Heb ik net al genoemd. Maar human capital. Menselijk kapitaal. Het staatshoofd stelde ook dat er moet worden gewerkt aan het uitvoeringsprobleem dat wij als land hebben.